onze volgende kandidaat staat natuurlijk alweer klaar voor jullie. Ja. Ja. Hebben we het een beetje naast de zin nog steeds? Er staan nog zoveel op de planning. Maar hier is eerst... AJ Hartstone! Volgend jaar weer hier. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you. Ik ben onder de indruk hiervan, zeg. Wat? Oh. Ja, ik weet niet, gewoon de bundel van alles aan de jurk. Het combineert door met die laarzen en dan dat haar. En dan die pasjes, dat dweilen hier over de vloer. Alsof er niks aan de hand is. Het was zo flexibel. En wij zeker dat je 15 jaar jonger was. Het is zo flexibel. Volgend jaar voor bij Nacht van de Kaap? Nou, wie weet. Maar ja, hier gaat het om.
fantastisch. Maar nu graag je commentaar. Nou, ik vond het fantastisch. Ik vond je bewegingen geweldig. Hoe je ook even de zaal in ging, vond verfrissend, zeg maar. He, dat was, vond jij ook. Ja. Dan voelen we ons erbij betrokken. En je merkt ook gelijk dat het publiek... Ik zag Maartje ook, die bent helemaal gek gewoon meteen. Omdat je even het publiek inkomt. En dat betekent zoveel voor de mens. Voor mij is dat ook deel van drag. Interactie met het publiek. Je bent er voor hun. Zeker. Ik doe gewoon een puntje bij nu. Na dit commentaar. Ja, daar voelt ik me ook bij. Ja, wat moet ik zeggen? Het is een heerlijk optreden om naar te kijken. En waarbij je lekker in het thema gekleed, lekker in de kleuren van de regenboogvlag. En de regenboogvlag staat natuurlijk voor inclusiviteit, precies waar de bodem voor staat. Want iedereen is welkom en iedereen mag er zijn. En daarom is het zo belangrijk dat het café weer terugkomt. Ik ga jullie persoonlijk verzekeren dat dit café terugkomt. Samen met mijn vriendje. Mijn man staat erachter, die hebben jullie allemaal niet gezien. Maar dit is mijn buddy, mijn vriend, mijn maatje. We gaan ervoor zorgen dat de Bonaparte weer terugkomt. Wel in een heel klein nieuw jasje. Maar het blijft echt van ouds. Eigenlijk, ik wil jullie allemaal uitnodigen, maar jullie passen allemaal niet in één keer in dat kleine kutkroegje. Sorry. Maar ik ga wel vragen, AJ, sorry. Dit was AJ. Ik ga jullie natuurlijk wel vragen, we gaan natuurlijk wel...